Hey, leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de Miss Pac-Man van het bedrijf Numskull. Numskull maakt diverse arcade machientjes die je kan verzamelen en ook kan bespelen. Dit zijn eigenlijk gewoon wat duurdere replica's, dus zeker niet te vergelijken met de goedkope varianten die je vindt bij de Action of andere winkels voor pak een beetje 15 euro. Nee, daarentegen, ze zijn ook best wel duur. Ze gaan zo rond de 100 tot 150 euro. En ze zijn gemaakt ook van hout. Met een mooi LCD display en een arcade stickje. In deze video review wil ik je dan ook een kleine rondleiding geven met dit product. Simpelweg, want er is best veel te vertellen en dit is niet echt zomaar een goedkoop prul wat je kan kopen. Zoals ik aan je aangaf, het is eigenlijk een replica van de Miss Pac-Man arcade. En zoals je hier al kan zien in een kleine demonstratie, het bevat helaas maar één spelletje. Maar het is dan ook echt een puur verzamel / spelcomputer die je elke dag kan gebruiken. De Miss Pac-Man wordt geleverd in deze verpakking, dus als je een verzamelaar bent die hem in doos wil laten, zou eventueel mogelijk zijn. Voor de rest, zo ziet hij er dan uit in de doos. De arcadekast komt ook met verlichting achter de marquee, wat overigens best wel een leuk detail is. Als je hem aanzet, gaat hij ook aan. Je kunt hem overigens niet uitzetten apart. Dus dat is dan weer een dingetje, mag je het niet mooi vinden. Ik vind het er prachtig uitzien trouwens. Zoals met de normale originele arcadekast komt deze dan met in het midden een kleine micro arcade stick voor het authentieke gevoel en aan de rechterkant bevindt zich trouwens de Play 1 en Play 2 knop. Aan de voorzijde hebben wij ook hier een soort van muntproef. Uiteraard kan je er geen echte muntjes in stoppen. We hebben hier namelijk twee knopjes en hier kan je een credit mee invoeren. Enorm leuk gedaan. Bij deze Numskull-kast hebben ze ook echt op elk detail gelet. En zoals ik hier met deze in-camera inzoom, zie je gewoon dat de lettertjes gewoon leesbaar zijn. En dat is iets wat Numskull dan echt gewoon super goed doet. Dat de details, zoals bij de authentieke kast, ook gewoon aanwezig zijn. En ik kan echt niks negatiefs hierover vertellen eigenlijk. Hetzelfde geldt voor de stickers aan de zijkant. Is 1-op-1. Ik heb het nagekeken online als je bij de ouderwetse kaderkasten ziet. De kleuren kloppen precies. En de stickers zijn ook van super hoge kwaliteit. Even een klein overview van de achterkant en zoals je ziet heeft hij ook een klein plaatje wat dan ook bijvoorbeeld de informatie bestaat van de arcadekast. Uiteraard, het is inmiddels een samenwerking van twee bedrijven, dus daar staat wel informatie op. Hier zie je ook dat hij de roostertjes heeft, in ieder geval waar je normaal gesproken de originele kast mee op moet pakken. Laten we eens een kijkje aan de binnenkant nemen, want dit is wel leuk om even te laten zien aan jullie. Zoals je ziet is hij echt gemaakt van dik materiaal, dus het is echt wel een super mooi kastje. En dat hebben ze dan ook echt wel goed gedaan. Aan de binnenzijde zie je hier zo, even een klein, daar zit hij aan de bovenkant mee vastgeschroefd met een parker. En hier heb je het printplaatje die erin zit, die in principe bijna alles aanstuurt. Aan de voorzijde nog een klein printplaatje voor de knopbediening. Maar dit is dan eigenlijk wat je gaat krijgen. De kabels hebben ze dan netjes hier allemaal weggewerkt. En aan de onderzijde hebben wij een batterij, want deze heeft ook de mogelijkheid om zonder enige stroomtoevoer van bijvoorbeeld een adapter om je game te kunnen spelen. En aan de onderzijde hebben wij dan de aansluitmogelijkheid voor hem op te laden, volumeregeling en aan en uit te zetten. Elke keer als je hem aanzet, krijg je dan ook van Numskull het logo te zien. Quarter Scales van Numskull. Kortom, klein leuk detail. En dan krijg je ook het logo van Miss Pac-Man en de originele bootmenu. Wat ik heb begrepen is dat ze de originele ROM gebruiken van de arcade om het echt 100% authentieke gevoel te geven. Trouwens vind ik het wel leuk dat ze het LCD-schermpje er wat verdiept in hebben gedaan om een beetje meer het arcade gevoel te krijgen van vroeger. Maar goed, laten we eens even een potje spelen. Eén speler en laten we gaan. Laten we eens een beetje ouderwetse Pac-Man spelen. Wakka 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 wakka. Oh crap, I missed it out. Oh crap, oh crap, eruit. Hahaha, gotcha. Okay, I don't have any super pills left. Give me the fruit. Is that coming for me? Maar goed, kortom, ik vind de Miss Pac-Man Cabinet een heel mooi product. Het is niet een goedkoop product, maar ik denk dat dit ook echt wel de ultieme verzamelitem is. Als je er ook nog af en toe mee wilt spelen. Ik heb vele arcade machines gereviewd, gezien. En vaak is het toch ook allemaal net niet. Of zijn ze gewoon heel slecht en oftewel heel goedkoop.
Maar dit is gewoon perfect. Ben je een groot fan van Galaga, Pac-Man, noem het maar op. Numskull heeft denk ik echt wel de beste verzamel items die je kan vinden. Kortom, dit is wat je gaat krijgen. Ik hoop je een beter idee hebt. Ik wil je bedanken voor het kijken. En ik zou het leuk vinden als je lid wordt van het kanaal. Zo zeggen, overwegen om te abonneren. Druk op het belletje. En geef deze video al een duimpje omhoog. En heb je nog vragen, mag je altijd zeker even een berichtje achterlaten. En dan zie ik jou weer in de volgende keer.